iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik weer een ouderwetse shoplog voor jullie. En ik weet hoe leuk jullie shoplogs vinden, dus daarom heb ik ook wat gekocht voor mezelf. En ja, sommige dingen herkennen jullie wel nog uit de vlogs, maar ik wil er wat meer over vertellen. Want ik heb het idee gehad dat ik in de vlogs niet een heel groot verhaal verteld over wat kleding. En ik vlog al bijna een maand niet meer, dagelijks. Dus ik heb wel wat dingetjes geshopt extra. Ben benieuwd wat ik allemaal heb gekocht. Blijf vooral kijken en laten we beginnen. Nou, als eerste heb ik een nieuw zwart shirt gekocht. Dit shirt dat ik nu aan heb. Ja, ik had laatst een zwart shirt. En ik vind het altijd wel handig om gewoon twee basic zwarte shirtjes te hebben. Dus ik heb er nog één gekocht en ik vind deze zo ontzettend fijn. Deze komen van de Forever 21. En deze waren maar 3 euro per stuk. Dus ik vond deze wel heel erg chill. En het zit gewoon lekker. Dan gaan we over op nog steeds bekleding. Nou, ik heb dus 2 sweaters gekocht. En eentje in het grijs en eentje in het zwart. De zwart zit op dit moment in de was. Omdat ik hem hier de dag daarvoor ook al aan had, dacht ik. Terwijl ik dit film die dag daarvoor aan had. Dus die ligt hier. Ik heb de grijze wel hier. En dat is deze. Echt een hele lekkere sweater. Super handig en super chill. Ook haar. En deze was maar 9,99 euro. Dus ik heb er 2 meegenomen. Ik had nog niet iets van licht grijs of zo. En dat stond me wel leuk. Dus ik heb deze meegenomen en deze in het zwart. En wat ik vooral een heel leuk detail vind, is zeg maar dat hier bij je, wat hier zeg maar naar V loopt, dat het hier een soort V'tje is. Dus ik vond dit wel een hele mooie kleur en voor 10 euro laat ik hem niet liggen. Dan gaan we over op wat beauty producten. Ik ben flink losgegaan bij de Body Shop. Ik heb maar liefst 3 producten gekocht. Ik vind een Body Shop pick best wel duur. Maar er was sale. En het is al iets van 3 weken geleden dat ik daar ben geweest om te shoppen. En ja, ik heb natuurlijk ook wat gekocht. Als eerste begin ik met 2 douchegels. En dit zijn allebei van de kerstcollectie Limited Edition. Zoals jullie kunnen zien is deze bijna leeg. En ik heb hem tot nu toe iedere dag gebruikt als ik ging douchen. Want hij ruikt zo ontzettend lekker. En dit is de Frosted Plum Shower Gel. En ik weet zeker als deze er nog is bij mij in de Body Shop, dat ik hem dan weer even opnieuw ga kopen deze week. En natuurlijk neem ik jullie dan ook weer mee. En dan heb ik precies dezelfde douchegel, maar dan in de geur Glazed Apple Shower Gel Soap Free Cleansing with Apple Extract and Community Fair Trade Honey from Ethiopia. En hier staat op, wat staat hier op? Soap free cleansing with plum extract and community fair trade sugar from Prague. Dus deze douchegels. En dit is allebei, even kijken hoeveel. 250 ml en kostte me maar liefst 3,50 euro. Nee, 3,50 ja, 3,50. En van dezelfde geur van de Glazed Apple heb ik ook een lekker zeepje gekocht. Ik heb ook in de vlog verteld, wij gebruiken eigenlijk normaal handzeep uit zo'n pompje. Maar ik vond deze leuk en als er bijvoorbeeld deze op zijn, dan ga ik zeker overstappen op de Glazed Apple Soap. Deze. En voor zo'n zeepje van 100 gram betaal je normaal 3 of 4 euro en nu maar 1,50. En dit vind ik zo leuk ASMR geluid hoor. Dit vind ik ASMR geluid. Dus ik heb toen 3 producten aangeschaft voor maar iets van 8,50 euro. Dan heb ik al best wel lang een tijdje een nieuwe broodtrommel. En dat was deze. En deze heb ik gekocht bij de Urban Outfitters. Voor mijn liefste 5 euro. Zoals je kan zien is dit er al echt af. Want ik heb deze al 2 maanden. Maar ik laat hem nu pas zien aan jullie. I'm so sorry. Ik voel me zo schuldig. En alles is er al af. Dus. En er zat hier een band. Maar die ben ik kwijt. En de achterkant. En deze was van een aapje of zo. Met Happy nog wat. Happy Monkey.
En de binnenkant is ook gewoon heel simpel, geel met blauw, echt super leuk. En deze had ik mee toen ik auditie ging doen voor Idols. Hier had ik mijn broodjes in. Niet dat ik zelf auditie heb gedaan. Ik heb helaas wel wat beelden geschoten van Idols, maar niet heel veel. En ook niet echt voor een hele vlog mee te vullen. Maar als jullie benieuwd zijn naar de beelden, dan kan ik ze wel in een losse video zetten. Maar dan duurt dat maar iets van een minuut. Dus die heb ik gekocht voor 5 euro. En dan heb ik ooit al laten zien dat ik een nieuwe powerbank heb gekocht bij Kruidvat. Ik heb een witte. En ik vind het wel handig om lekker 2 bij me te hebben in plaats van 1. Omdat 1 die gaat zo snel leeg. En altijd als je er 2 hebt, dan kan je lekker extra lang meedoen. Want mijn batterij gaat zo ontsnel tijd leeg van mijn iPhone. Mijn iPhone ligt nu op de achtergrond op te laden. Hij ligt er nu al een half uur in en hij gaat nog niet eens aan. Dus misschien is hij kapot. Nou, ik mag sowieso over een maandje of 2, 3, 4 of zo. 4 maanden mag ik een nieuwe gaan uitzoeken. En ik denk dat ik dan de iPhone 6 ga nemen. En dat is wat je wil. Dus dit. En deze was maar 2,50. Dus als ik binnenkort bij Kruidvat ben, neem ik er nog eentje mee. Want dan heb ik er 3. En dan heb ik altijd een voorraadje. En dan als laatste item van deze korte, leuke shoplog heb ik een nieuwe koptelefoon. Deze rode. En dit is van het merk Deluxa. En ik vind deze zo ontzettend fijn. Hij werkt gewoon goed. Gewoon lekker zachte kussentjes voor je oor. Ja, hij is gewoon goed. En ik dacht, leuk. Ik gebruik het vorige altijd van die oordopjes. Zeg maar, ik vond dat niet zo handig. Want die oordopjes gingen altijd kapot. En whatever. En ik heb heel gedoe gehad. En toen dacht ik van, oké. Ik ga gewoon nu een koptelefoon aanschaffen. Ik wilde eerst Beats bij Dr. Dre. Maar toen dacht ik, ja. Hallo, 200 euro voor supergoed geluid. Maar vooral gebruik ik hem wel voor het editen en zo. En natuurlijk voor muziek in onderweg te luisteren. Dus als jullie me tegenkomen, dan zien jullie mij zo. En deze heb ik gekocht ook bij Kruidvat voor maar liefst 4 euro. Dus ja, ik ben er super blij mee met alle leuke aankopen die ik de afgelopen 2 maanden heb gedaan. Het is niet zo heel erg veel, besef ik me dat nu. Maar ik hou er ook niet meer zo van om echt naar de stad te gaan, om te gaan winkelen. Ik ben super vaak in Amsterdam, denken jullie dan. Waarom ben je dan zo vaak? Maar ik ga er gewoon vooral heen om te kijken. Maar ik ga nog niet echt naar winkels, weet je wel, daar ga ik wel heen. Maar ik ga niet echt denken van, oh, ik moet een broek hebben. Ik moet dat hebben. Ik moet dit hebben. Maar binnenkort ga ik weer naar Amsterdam. Yep, voor een broek. Want als je nog tips hebt voor een goede broek, niet al te duur, ongeveer 40 euro. Laat even weten in de comments dan. Ga ik ermee aan de slag. Dan zijn dit alle geshopte items. En dan bedank ik je voor het kijken naar deze video. Voor deze video ja, leuk, doe deze een thumbs up. En dan zie ik jullie gewoon weer in de volgende video. Al mijn social media kanalen, Twitter, Instagram, Snapchat staan in de beschrijving. Oh ja, like alsjeblieft mijn Facebook pagina, GBMLive. Dan zou ik het super leuk vinden. Voor de mensen die nog niet wisten dat ik een Facebookpagina had. Ik heb een privé Facebook en een normale Facebook. Jullie kunnen me ook gewoon toevoegen op een privé Facebook. Die zal er ook in de beschrijving staan. En dan vind je allemaal leuke backstage beelden van wat ik aan het doen ben. Dus dan bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Dus tot de volgende keer. Doei!